Innovatie staat in 2024 hoog op de lijst bij Fernandes Bakkerij. Directeur Rufin Bainat zegt dat de innovatie met enige mate zal worden doorgevoerd om te voorkomen dat producten niet aanslaan bij de doorsnee consument. De bakkerij heeft een gezonde concurrentie waardoor de samenleving altijd een keuze heeft. Eigenlijk het afgelopen jaar hebben we innovatie een beetje getemperd, omdat de economie was natuurlijk een beetje op zijn kop en koopkracht is anders dan in een goed jaar waarbij mensen dus bereid zijn om nieuwe leuke producten te kopen. We hebben dus dat bewust een beetje getemperd, maar in 2024 gaan we weer aan de slag. We hebben een aantal leuke producten in onze laden en dat gaan we doen. In 2023 hebben we eigenlijk wat seizoensproducten gedaan. Denk aan amandelspijsbroodje. We hebben een nostalgisch product dat we ooit hadden, edelbrood, hebben we in het kader van onze jaardag teruggebracht op de markt. En in 2024 willen we minimaal 2 tot 3 innovaties doen. Wat goed is om te zeggen is dat onze innovatie toch wel vanuit een bepaalde framework wordt gedaan nu. En niet alleen, het is leuk en interessant, dus we gaan het doen. Nee. Na zeggen van Bainat zal de bakkerij ook rekening houden met de gezondheid en wat goed is om te verorberen. En we gaan innoveren binnen bepaalde kaders en dat zijn vanuit 3 pijlers. Indulgence producten, dus dat zijn producten waar je je best mee mag verwennen. We gaan naar de categorie good for you en een categorie better for you. Dus we proberen dat allemaal onder innovatie zo naar voren te brengen. Dus niet alleen wat is leuk en interessant, maar wat is leuk, wat is interessant, wat is ook goed. En op die manier denken we innovatie de komende jaren verder vorm aan te geven. Fernandes Bakkerij heeft een franchise in buurland Guyana onder de naam Dembeek Bakery. Het bedrijf zal ook daar wat wijzigingen ondergaan in het nieuwjaar, besluit Bainat.